President Santokki bezoekt op 21 oktober Aruba en Curaçao om de banden met deze eilanden te versterken. Hij wordt vergezeld door First Lady Melissa Santokki en minister Albert Ramdin. Het bezoek richt zich op het verbeteren van handelsrelaties, diplomatiek overleg en gezamenlijke projecten ter bevordering van economische groei. Er worden werkafspraken gemaakt met de premiers en overeenkomsten ondertekend. De Surinaamse diaspora op de eilanden speelt een belangrijke rol in de samenwerking. Minister Parmanan Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft op 14 oktober een afvaardiging van arbeiders van Suriname American Industries Limited, SAIL, ontvangen. De arbeiders die hun ongerustheid over hun banen uiten, kregen te horen dat het bedrijf niet is verkocht, hoewel de regering wel plannen heeft voor privatisering. Na gesprekken tussen de partij is er weer rust. Binnen 2 weken zal minister Seudin zich persoonlijk bij CLNV oriënteren. President Santokki heeft de aandacht gevestigd op de uitdagingen in het district Para, met name afvalbeheer en drinkwatervoorziening. Deze kwesties werden besproken na een open brief van de Federatie van Paraplantages. Problemen zijn ontstaan door een betalingsgeschil met de aannemer voor vuilophaal, wat leidt tot gezondheidsrisico's. De president benadrukte het belang van een snelle aanpak en zal over uitbetalingen in gesprek gaan met de minister van Financiën. Een vervolgvergadering is gepland om andere problemen zoals waterbeheer en werkgelegenheid aan te pakken.